1898, prinses Wilhelmina op weg naar haar inhuldiging in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Zelfde plaats, zelfde plechtigheid, 50 jaar later, prinses Juliana. Plaatjes uit het bewegende prentenboek van de eerste generatie die in staat was zoiets vluchtigs als een stap, een gebaar, voor goed vast te leggen. Met welke bedoeling de cameraman op een bepaalde dag, nu zowat een halve eeuw geleden, het verkeer op het Buitenhof van Den Haag heeft gefilmd, is niet duidelijk. Het is ook niet belangrijk. Van belang is alleen dat we het leven van toen nog kunnen zien. En veranderingen in het stadsbeeld, zoals bij de gevangen poort. Zoals het van betekenis kan zijn dat wij een Louis Couperus kunnen terugroepen. Dr. Abraham Kuyper. De socialist Jelle Troelstra, oprichter van de SDAP. De antirevolutionair Hendrik Colijn. In de troonrede van dit jaar wijst Haar Majesteit de Koningin op de noodzakelijkheid van versterking van de eendracht des volks. De bevordering van die eendracht moet allereerst komen van de zijde van het volk zelf. We kunnen vandaag nog met eigen ogen zien hoe de groeiende bedrijvigheid in het begin van de jaren 20 in een stad als Rotterdam zich manifesteerde. En naast die parmantige bedrijvigheid zien we ook de armoede van de plaggenhutten in Drenthe. Het leven was er erg ongezond. Koningin Emma. Van de Centrale Vereniging voor Bestrijding der Tuberculose. U vraagt mij een kleine aanbeveling in het belang van de aanstaande Emmabloemcollecte. Ik ben bereid hieraan te voldoen. Mogen mijn innige wens worden vervuld, dat deze collecte door een grote opbrengst uw vereniging steunen in het voortbrengen van haar moeilijke, zegenrijke arbeid. Louis Bouwmeester speelde in die dagen de Shylock, met zoveel succes dat hij die rol zelfs in Londen met Engels sprekende acteurs in het Nederlands heeft kunnen spelen. Het was de tijd van de vereering van de grote vedettes. De Nederlandse filmpionier Willy Mullens bij zijn 25-jarig jubileum. Vertreksignaal bij het openbaar vervoer. Weinig frequent, niet snel, wel veilig. Voor het intercityverkeer verkoos men een moderne vorm van tractie. In de grote steden werd het dierlijke door elektrische paardenkracht vervangen. Het stadsverkeer begon ijzingwekkend druk te worden. In Scheveningen reed men stapvoets. Minder voor de veiligheid dan wel om gezien te worden. Op de boulevard hield men autoshows en concours d'élégance.
auto en niet meer per koets arriveert koningin Wilhelmina met koningin Emma, prins Hendrik en prinses Juliana in 1922 te Den Briel. Gebouwen als kerken en kastelen, als dit in Den Bosch, hebben intussen de eenvoudige halteplaatsen voor de spoorwegen vervangen. Geloof in vervoer en geloof in vooruitgang van de beschaving gaan hand in hand. Een cultuuroptimist van die dagen zei, transportation means civilization. Wist hij veel. De Nederlandse Centrale Spoorweg, de NCS, was trots op haar stoomlocomotievenpark en de productie ervan. Dat moet u even zien. Het is al een toer zo'n ding naar buiten te krijgen. Kijk, hij zweeft. Albert Plesman en Anthony Fokker behielden gelukkig een onverwoestbaar geloof in de luchtvaart. Meubelmakers bouwden vliegtuigen naar triplex, lekker licht. Op deze manier bouwde Pander een serie lichte sportvliegtuigen, zoals Fokker bouwde voor de luchtvaartmaatschappijen, die over de hele wereld werden verkocht. Het is goed dat we nu nog kunnen zien gebeuren wat we ons anders nauwelijks zouden kunnen voorstellen. Hoe men in dat nabije verleden met vliegtuigen omging. En hoe men ermee de lucht in ging. De fabrikage van zoiets moderns als gloeilampen was nog volledig mond- en handarbeid. Het duurde naar verhouding nog vrij lang totdat het mechanische inpakwerk door machines werd overgenomen.
En wat komt er uit de fabriek? Hele gezinnen. Sommige arbeidsgangen waren half geautomatiseerd. De crisis van 1929 legde veel werk stil. Het instorten van de beurs van Wall Street ontredderde de economie van vrijwel de hele wereld. Honderdduizenden Nederlanders moesten van de werklozenondersteuning zien rond te komen. Het jaarlijkse wonder van de welhaast onsterfelijke en alomtegenwoordige Sint-Nicolaas voltrekt zich hier in Breda in 1924. Let wel, in die dagen droegen werkmensen nog petten. Hier krijgt men een overtuigend voorbeeld van sluikreclame in de bioscoop. Atleten zagen er toen niet anders uit dan nu, maar de filmcamera moest in 1928 nog worden bediend met een slinger. Amsterdam had een nieuw stadion gebouwd voor de Spelen. De marathonlopers verlieten het uiteraard. Door het bovenmenselijk uithoudingsvermogen van een Noord-Afrikaan gaat de gouden medaille naar Frankrijk. Nog even de slingerende wereldpers. Krijgshaftig vertoon inspireerde Koos Speenhof. Het regiment wielrijders, doelwit van spotters in Nederland. Toch heeft een Duits generaal voor de oorlog ons om dit bewegelijke wapen benijd. De manschappen waren niet alleen bewegelijk, het waren halve acrobaten. Waar de Nederlandse militair niet kon fietsen, ging hij varen of vliegen. Nederland moest in tijden van groeiende internationale spanningen paraat zijn. Komt dan toch tot de algemene mobilisatie van 39. Matig toegerust begeven ze zich naar hun posten om een halt toe te roepen aan een bezeten vijand.
die Einführung der Allgemeinen. Immer wieder herniedersteigen. Die Reinheit seiner Rasse hält. Hitler aber ist Deutschland wie Deutschland. Deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Mei 40, vijf dagen lang heeft het Nederlandse leger moedig weerstand kunnen bieden. Himmler en Mussert nemen op de Kneuterdijk te Den Haag een parade van de Nederlandse SS af. Hoe koningin Wilhelmina intussen van Londen uit haar bestuurswerk verrichtte, weten we eigenlijk alleen maar doordat deze beelden behouden zijn gebleven. Zo bestaan er ook nog familiebeelden uit Canada met de twee volgende koninginnen van Nederland. Maar de film legt niet alleen het beeld van mensen vast zoals ze jaren geleden geweest waren, ook dat van staatkundige en politieke toestanden. Suriname in de oorlogsjaren, toen nog een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. En daarom ontvangt de gouverneur de kroonprinses die vanuit Canada de banden met deze kolonie komt onderhouden. Terug in Nederland. Beelden van de bevrijding zijn er gelukkig vele. Er waren er te veel die niet meer konden juichen. Hier kon in vrijheid de wederopbouw beginnen. In Indonesië zaten de Nederlanders nog in interneringskampen. Nederlandse vrouwen moeten in hun kamp de beerput legen, een vernedering hun opgelegd door de Japanners. Een wrange tegenstelling met hun leven in de goede oude tijd, Tempo Dulu. Thank you.
gebouwen zijn vaak duurzamer dan mensen of instellingen. In hetzelfde paleis waar de sultan van Yogyakarta de hoge Nederlandse bestuursambtenaren van Nederlands-Indië ontving, legt Sukarno als eerste president van de Republiek Indonesië Serikat de eed af. Bahwa saya, untuk dipilih, menjadi presiden Republik Indonesia Serikat. Nederland heeft in de loop van die bewogen jaren vele tienduizenden doden moeten betreuren, zowel in Indonesië als in Nederland. Op Ancol herdenkt de luitenant-gouverneur-generaal Dr. Van Mook de Nederlandse gesneuvelden. In Amsterdam legt koningin Wilhelmina een krans voor de slachtoffers uit het verzet. Filmbeelden uit het verleden, dichtbij of veraf. Levensjaren worden teruggeroepen, levensstijlen in hun afwisseling gevolgd. 50 jaren konden worden bekeken in het verloop van deze 20 minuten. Niet verstart als op foto's, maar als in een levend prentenboek. Dat kon worden samengesteld uit tientallen filmstroken die gelukkig bewaard zijn gebleven. Zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.